tonight is a big day. It's a historic day for this club, for Patro. This is the first time that Patro is going to be on national television in Belgium in its history. We spreken over de wedstrijd van de eeuw. Ik kan het wel begrijpen als ik dit allemaal zo zie. Patro heeft niks te verliezen, hij heeft alles te winnen. Ik hoop dat het echt een cupavond wordt, gelijk de oude tijden. Bedankt, de drank is van mij 90 minuten lang. Stijn Steijnen. Topvoetbal. En dat is hetgeen waar Patro naartoe heeft willen werken. Dus ja, fantastisch moment. Dit was echt een cruciale redding. Absoluut, het was een 100% redding van Mignolet. Nog gewoon even vechten en winnen, zoals die supporters hier in de achterlijn allemaal goed zeggen. Zo hoog dat. We moeten een heel groot applaus geven aan heel de Patro's Mechelen familie. De manier dat zij alles gedaan hebben, dikke chapeau. Met een andere keeper kwalificeert Patro zich. They played their hearts out and they took a Champions League caliber team to extra time. Can't wish for anything more, although we could have won this match.